Welkom bij deze video-instructie. In dit filmpje ga ik laten zien hoe je het lichaam van een man tekent. Ik heb hier een voorbeeldje van een man en van een vrouw. En er zitten natuurlijk best wel duidelijke verschillen tussen lichamen van mannen en vrouwen. En wat minder duidelijke verschillen. Nou, ik ga stap voor stap laten zien hoe je dat het beste kunt aanpakken. Deze twee figuren zijn een beetje geïdealiseerd, omdat ik echt wil laten zien hoe je zeg maar de spieren kunt tekenen. Maar in het echt zien mensen natuurlijk heel anders uit. Dan heb je heel veel verschillende soorten en vormen daarin. Laten we maar eens beginnen. Ik doe deze even aan de kant en dan gaan wij beginnen. En dan ga ik laten zien hoe we de basis van het lichaam gaan tekenen. Ik ga beginnen met een lineaal. Ik ga een lijntje zetten van boven naar beneden. Ongeveer zo. Ja, en deze lijn, ik ga 24 centimeter aftekenen. Dus dat begint ongeveer hier bij de 0 tot en met 24. En deze 24 centimeter ga ik ook weer opdelen in stukjes van 3, 6, 9, 12 en dan 15, 18, 21 en 24 is hier, dat is de grond. Nou, als je dat gedaan hebt, dan mag de lineaal weg, want die hebben we niet meer nodig. En dan ga ik hier het hoofdje bovenop tekenen. Op het bovenste vlakje ga ik het hoofdje tekenen. En dit hoofd kun je misschien al wel zien, pas 8 keer in een lichaam. Ik heb hier een voorbeeldje van hoe dat er dan uitziet als het straks klaar is. Want zo'n lichaam bestaat eigenlijk uit 8 hoofden. En die verhoudingen, als je die goed volgt, zorg je er eigenlijk voor dat alles precies op de juiste plek komt en precies de juiste grootte heeft. En dat maakt het makkelijk om echt iets wat realistischer te tekenen. Dat is bij een man en een vrouw hetzelfde, hoewel mannen over het algemeen iets groter zijn. Maar er zijn natuurlijk ook kleine mannen en grote vrouwen. Maar zo ziet het eruit bij een volwassen lichaam. Deze mag weer even aan de kant. En waar we dan mee gaan beginnen is het tekenen van de borstkas. En dat doe ik op de volgende manier. Ik zet hier een beetje een lijntje en ik maak een soort beetje gekke vorm. Een trapezium noem je dat. En die teken ik zo, op deze manier. Dan is het even belangrijk dat je goed kijkt of alles mooi netjes recht is. Dus dat ga ik ook even controleren. En dan de volgende vorm die je gaat tekenen, die zit hier zo onder. Dat is een soort diamantachtige vorm en dit wordt het bekken. Dus die teken je zo, op deze manier. En eigenlijk heb je dan al het bekken, de borstkas en het hoofd getekend. Dan gaan we de benen tekenen en die teken ik op de volgende manier. Deze lijn hier zo, die ga ik even verlengen. En dan ga ik hier een lijntje zetten. En ook aan deze kant een lijntje zetten. Dit worden de bovenbenen. Ik mag ze ietsjes uit elkaar tekenen. Dus ik wil ze een beetje gelijk hebben. Ongeveer op deze manier. Zo. En als je dan de bovenbenen getekend hebt, tot hier zo, waar de knieën komen, kun je ook gelijk de onderbenen tekenen. Op deze manier. En ze gaan heel ietsjes naar binnen, die onderbenen. Dus ik weet niet of je dat kunt zien, maar ze gaan eigenlijk iets naar buiten en dan iets naar binnen. Onderbenen. En hier komt dan de voet. Op deze manier. En ik teken de voet heel simpel. Hè? Dus als een soort driehoek. Want ik ga er nu nog niet te veel aandacht aan besteden. Maar als je dit hebt, dan heb je dus al een best wel stuk van het lichaam. Want nu kunnen we ook de armen gaan tekenen. En dat ga ik doen door deze lijn hier zo ook weer even te verlengen. Zodat je goed kunt zien waar deze loopt. En dan komt hier de arm. En ook aan deze kant. De bovenarm, tot hier zo waar de elleboog komt. En deze lijn onder het kruis, die kun je verlengen. En dat wordt dan de onderarm. Dus net als hier zo kun je deze verlengen tot aan de pols. En dan kun je het handje ondertekenen op deze manier. Ik teken nu heel simpel, een soort ruitje. Even om aan te geven waar de hand straks moet komen. We gaan hem straks nog iets verder uitwerken. Maar als je dit hebt, dan heb je dus eigenlijk de basis van het figuurtje. Van het basisfiguurtje heb je getekend. Dit is eigenlijk een soort skeletje. Je kunt nu ook zien dat de benen zijn precies even groot als de rest van het lichaam. Dus dit zijn de juiste verhoudingen. Ik heb in dit voorbeeldje bijvoorbeeld een arm in de zij gedaan en een been iets opzij. Stel dat je dat ook wilt, dan zou je dus ervoor kunnen kiezen om dit figuurtje aan te passen naar ongeveer zo. En de arm ongeveer zo kunnen doen. Of je zou hem zelfs een beetje omhoog kunnen laten zwaaien. Of een been iets opzij. Ik ga dat voor nu even niet doen, omdat het dat iets ingewikkelder maakt. Maar dit is denk ik wel hoe je makkelijk je figuurtje kunt aanpassen op deze manier. Als je dit
skeletje hebt getekend. Nou, nu heb je een goede basis en kunnen we gaan kijken hoe we de rest van het lichaam gaan uitwerken, zodat alle spieren en huid en alles een beetje op de juiste plek komt. En ik ga beginnen met de hals. En dat is eigenlijk heel simpel, gewoon twee lijntjes hier zo. Dit wordt de hals en hierachter zit dan altijd iets van de nek, van de rugspieren. En die teken ik op deze manier erin. Ja, als je dat gedaan hebt, kun je gelijk doorgaan naar de schouders door een soort rondje te tekenen hieromheen. En dan gaat het eigenlijk best wel natuurlijk over in de schouder. Nou, de borstkas is iets ingewikkelder. Ik begin een beetje door een soort boogje hier zo te plaatsen. En dan volg ik een beetje deze trapezium vorm die ik had getekend. Hè. Dus ik probeer dit een beetje te volgen. En het is nu een beetje rommelig, maar we gaan dit straks ook weer uitgummen en wat beter uitwerken. Maar zo komt het ongeveer eruit te zien. Dan moet je je voorstellen, bij een vrouw gaat de taille die je hier zo ziet, die gaat heel erg naar binnen. En dan weer naar buiten voor de heup. Bij een man niet zo. Bij een man gaat het eigenlijk best wel recht omlaag. Dus als je hier vanaf het midden van dit rondje omlaag tekent, en ook hier zo, en je tekent dan een beetje vanaf onder de borstkas iets naar binnen en dan gelijk weer op de lijn die je hier zo ziet naar buiten, en ook aan deze kant, dus iets naar binnen en dan gelijk weer op deze lijn naar buiten, dan klopt de spieren, de verhouding van het mannelijk lichaam klopt al heel aardig. En ik ga dan ook gelijk door met de buikspieren. Hier komt de navel, precies op deze lijn komt de navel en daar komt omheen een soort ronde vorm. Dit zijn de buikspieren. En je kan zijn dat je even je puntje goed scherp moet slijpen, want straks als we dit gaan uitgummen, dan wil ik nog wel wat lijntjes hiervan kunnen zien. Dus dan kun je het weer een beetje terugtekenen, bedoel ik eigenlijk. Dus navel. En hier zitten de heupen. Wil ik eigenlijk door met knieën. De knieën komen hier precies een beetje boven, als een soort rondje. Ook aan deze kant. En dan ga ik de heup verlengen naar de knie. En ook hier vanaf het kruis naar de knie. Op deze manier. En hier ook vanaf de heup op verlengen naar de knie. Zo. En nu ga ik gelijk door, nou het bovenbeen, maar ga ik gelijk door met het onderbeen. Door de kuit op deze manier in te tekenen. Ook weer met een soort rondje. Dus echt twee rondjes. En nu kun je deze vorm hier een beetje verlengen. Heb je de kuitspier. En die komt een beetje in een puntje bij de enkel uit. Dus ook aan deze kant. Maar je moet je, de spier is duidelijk aan de binnenkant. Niet zo duidelijk aan de buitenkant. Dus hier is die heel duidelijk. De kuitspier. En hier niet zo. Aan deze kant. Dus ik hoop dat het een beetje te volgen is. Nou, ik had de voeten. Die had ik heel simpel. Dus ik kan hier iets van de teen, een blokje voor de teen tekenen en iets van de hak kan ik hier tekenen. Maar ik laat deze eigenlijk best wel simpel, deze voet. Want ja, ik vind het voor nu even niet zo heel belangrijk om dat super gedetailleerd uit te werken. Dus ik laat hem eventjes zo. Dan gaan we door naar de armen. Je hebt dit rondje al. Dan kun je ook hier zo boven bij het gewricht, bij de elleboog, een soort lijntje maken op deze manier. Dus het wordt een klein beetje rommelig, maar zometeen gaan we nog een hele hoop uitgummen. En dan wordt hopelijk zichtbaar wat het gaat worden. Hier zo ook een lijntje zetten voor de elleboogholte. En dan maken we hier de bovenarmen. En de onderarmen zijn een beetje vergelijkbaar met de kuit. Dus hij wordt hier zo iets breder. En dan smal bij de pols. Dus hier iets breder en smal bij de pols. En dan zijn we bij de hand aanbeland. Ja, die hand, kijk, je hebt dat ruitje getekend. En als je er een soort hapje in tekent, op deze manier, dan lijkt het precies of er een duim hier zo zit, die je kunt gebruiken om de duim en de rest van de vingers een beetje af te tekenen. En ik laat het voor nu even zo, want ik ga dit eigenlijk allemaal weer uitgummen, zodat we nu het even netjes erin kunnen tekenen. En echt even op de juiste manier alles op zijn plek kunnen zetten. Dus ik ga nu alles uitgummen en gaan we zometeen stap voor stap het hele lichaam weer terugtekenen. En als je gaat gummen, dan moet je even goed kijken. Ik kan nog net ietsjes zien van de lijnen die eronder zitten. Dus als ik dit uitgum, dan zie ik nog net een beetje een paar lijntjes die eronder zitten. Dus kijk even of dat lukt. Dus misschien moet je anders het iets dikker
tekenen. Nou, wat ik nu ga doen is het hele lichaam weer een beetje terugtekenen. En ik ga eigenlijk proberen om de lijntjes die ik net heb uitgegumd weer een beetje opnieuw te volgen. Dus kijk maar even mee waar het moet komen. En ja, het kan zijn dat het bij jou iets minder duidelijk is, maar misschien kun je door ook naar het voorbeeldje te kijken best wel goed zien waar alles moet komen. Dus ik teken hier de hals en een stukje van de nekspieren. Je kunt nog iets van de sleutelbeen, kun je hier zo tekenen. Dan komen de schouders, die worden iets hoekiger. Ik ga ze iets hoekiger tekenen dan dat ik ze net had gemaakt. Net waren ze een beetje rond, dus dat doe ik op deze manier. Dan komt de borstkas een beetje op deze manier. En ik volg die trapeziumfiguur een beetje en dan die lijnen die hier zo stonden, die ga ik ook een beetje benadrukken. Zo. Dan ga ik hier verder met de zij. Op deze manier. En ook aan deze kant. En dan de heup. Ja, het is een beetje moeilijk te zien misschien, maar ik ga proberen de heup net een stukje hier zo boven weer terug te tekenen. En dan gaat het over in het bovenbeen. Ga ik eerst even verder naar de navel hier zo. Die komt precies op deze plek. En de buikspieren, ja, het is een beetje. Je kunt even kijken wat je terug wilt tekenen. Ik teken altijd hier zo aan de bovenkant iets. En net een beetje aan de zijkant wat. En bij mij zit het net niet helemaal mooi in het midden, vind ik. Dus dat ga ik even proberen te herstellen. Zo. Dan ga ik verder met de knieën. Ja, de knieën, ik teken ze niet helemaal terug, maar ik zet echt gewoon even een lijntje op deze manier. Dit is de knie. En daar gaan de bovenbenen naartoe. Ook hier zo. Precies vanaf het kruis kun je dit vervolgen. En ook hier zo. En dan kom je nu bij de onderbenen. Daar kun je dus de kuiten weer een beetje terugtekenen. En het is belangrijk dat ze aan de binnenkant goed zichtbaar zijn van het been. Dus dat je de kuitspier aan de binnenkant goed kan zien. En aan de buitenkant eigenlijk iets minder. Daar zie je er niet zo heel veel van. Maar hier aan de binnenkant moet je het wel duidelijk kunnen zien. Ja, de voeten die zijn een beetje lastig. Ik teken eigenlijk gewoon de hak hier zo. En dan teken ik een blokje voor de tenen. En ja, je kunt daarna proberen de tenen erin te tekenen, maar als het nou echt heel erg moeilijk gaat, dan doe je gewoon een driehoekige vorm als voet. Dus ik probeer hier even de tenen te tekenen. Je kunt nog iets van de enkel laten zien hier zo en de hak. Misschien dat ik deze straks nog probeer wat netter uit te werken. Zo. Laat het voor nu wel even zo. Nou, benen. De arm komt hier zo vanaf de schouder eigenlijk tot, dat was hier zo. Dus ik teken dit weer een beetje terug. En ook aan deze kant. Vanaf de schouder twee lijntjes omlaag tot hier zo. Je kan even goed kijken dat je wel de schouderspier duidelijk laat zien. En hier zo zit nog iets van de biceps, een spier op de bovenarm. Die ziet er ongeveer zo uit. Dus je kunt dit tekenen of gewoon proberen dit ietsjes breder te maken. Nou, als je dat gedaan hebt, dan kun je nog de onderarmen tekenen. Net een beetje als de kuiten, gewoon de lijntjes vervolgen. En die komen tot hier zo, tot de hand. Op deze manier. En hier zit dan de, hoe noem je dat? De elleboogholte. Dan de handen. Ja, ik had die ruitvorm op deze manier. Wat je kunt doen is gewoon proberen om de duim hier zo aan deze kant te tekenen. En vervolgens iets van de hand te laten zien dat die mooi op de, op het bovenbeen rust. Dus ja, ik teken weer ietsjes terug van wat ik net had staan. En dan komt het ongeveer zo uit te zien. Zo. Totdat die mooi op het ja, iets natuurlijker weer op het bovenbeen terechtkomt. Je kunt het mannelijke geslacht er nog intekenen, als je dat wilt. En dat doe je een beetje met een paar lijntjes, op deze manier. Zo. En dan heb ik eigenlijk alles er wel redelijk in staan. Je zou natuurlijk nog iets van het gezicht kunnen laten zien door de ogen erin te tekenen. Ik doe dat een beetje ja, heel simpel, hè? Want het gaat even wat mij betreft nu niet echt om het gezicht. Als je dat wilt leren, dan zou je daar nog een ander filmpje voor
kunnen kijken, maar ik teken daar toch even ietsjes van in. En het haar zo. De oren komen hier aan de zijkant. Even kijken hoor. Op deze manier lijkt het volgens mij redelijk natuurlijk. Ja. Nou ja, wat ik nu nog ga doen is, eigenlijk klopt het al best wel heel erg, maar ik ga proberen om een paar plekken nog wat schaduw toe te voegen. Bijvoorbeeld vooral hier zo onder de knie heb je vaak een beetje wat schaduw. En er zijn nog een aantal andere plekken, zoals bij de elleboogholtes kun je iets van schaduw toevoegen. Hier zo nog een beetje. En dat ga ik ook even versnellen, zodat je nog een beetje mee kunt kijken van hoe dat eruit komt te zien. Maar op deze manier heb je eigenlijk al best wel heel realistisch het lichaam van een man getekend. Dus kijk maar even mee wat waar de schaduw nog komt. En dan is het denk ik al best... Oh ja, voordat ik het vergeet. Wat je nog wel zou kunnen doen. Er zat hier een lijntje op deze plek. En hier zit ook nog een extra spier. Eigenlijk een dubbele spier die er een beetje op deze manier uitziet. Dus er zit een soort holte hier zo. En dan komt nog een stukje van de... beenspieren komen daar nog in. En dan lijkt het nog net, lijkt het been nog net iets natuurlijker. Nou, de rest van de schaduw ga ik even intekenen. En dan is het volgens mij al heel aardig. Nee, ik denk eigenlijk dat ik het zo wel eventjes goed vind. Ik heb geprobeerd om alle spieren er een beetje op een realistische wijze in te tekenen. Maar ik bedoel daarmee eigenlijk een beetje overdreven. Want in het echt zijn mensen vaak niet zo, dat je niet zo overdreven duidelijk al die spieren ziet. Maar op deze manier weet je dus wel een beetje waar alles moet komen. En heb je een klein beetje een idee van hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En je zal zelf natuurlijk kunnen kijken of je weer andere dingen kunt overdrijven. Zoals je ziet vaak dat het hoofd wat groter wordt getekend. Of misschien wil je de benen of de armen groter maken. Ik heb hier ook nog een voorbeeldje van soorten mensen, soorten lichaamsbouw. En het is natuurlijk allemaal prima hoe je eruit ziet. Hoe mensen eruit zien, hoe mensen wat voor soort lichaam ze hebben. Daar is geen goed of fout in. Maar je weet nu wel een beetje hoe je het kunt tekenen. Dus dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video.